En opnieuw. Het was opnieuw, hè? Ja, dat niet. Oké. Nee, we gaan het doen. Goedenavond, kijkers. Welkom bij... Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Let's Talk About. Mijn verontschuldigingen. Onze audio was niet aangeklikt. Maar ik ben vandaag in de studio met niemand anders dan onze Kaylee Keetje. Hallo. Hoe gaat het, schat? We doen ons best. Oké. We zijn nu, of ik ben nu hier in de studio met één van de grootste content creators van Suriname. Maar er zijn een heleboel mensen die haar stappen willen volgen, die content willen creëren en all of that. Maar ze weten niet hoe ze beginnen of hoe ze moeten beginnen. En bepaalde mensen zijn ook bang. Dus vandaar dat ik daar heb uitgenodigd vandaag om jullie een beetje aan te moedigen en tips te geven. Dus we gaan helemaal bij het begin beginnen. Kaylee, vanaf wanneer begon je? Ik begon met social media in 2018. Toen was TikTok nog Musical.ly. Toen deed je gewoon met muziek en dan deed je gewoon na. Mijn zusje deed eerst mee met Musical.ly en ik zag daar zo... ik weet niet wat ze ging doen. Ze ging wat doen op de telefoon. En ik vond het interessant. En toen had ik een ander business. Ik deed catering. Mijn passie is eten maken, eten koken, eten. Dus dat deed ik. En dat deed ik gewoon als time pass. Want ik... deed het en ik keek gewoon naar mijn eigen video en dat was dat. Yeah. Maar toen deed ik een beetje, toen was er COVID, einde 2019, ben ik iets creatiever geworden ermee, volgens mij, dat denk ik. En dan is een van mijn video's viraal gegaan. Mm-hmm. En toen ontmoette ik dus andere creators, waaronder Marcel van Error 404. En hij had me dus aanbemoedigd om een Facebook aan te maken, want hij had toen ook al een Facebook. Mm-hmm. Dus heeft hij me gemotiveerd om een Facebook aan te maken. En daar is het eigenlijk begonnen, begin 2020 zo. Oké, begin 2020. Oké, maar je zegt je was begonnen bij Musical.ly. Toen is het TikTok geworden. Maar hoe is je content creëren? Dus je vloggen en ja, vloggen is... Maar TikTok is simpel, is gewoon met je telefoon. Klopt. Maar je vloghistorie, hoe is dat begonnen? Zo, ik... moet ik het zeggen, ik had ook niet echt interesse om te vloggen. Ik keek altijd naar vlogs en ik dacht van, boys hebben wel echt tijd om te vloggen. Maar toen ben ik het wel echt gaan proberen, you know. En ik dacht van, oké, niet voor anderen, maar ook voor mezelf is altijd leuk om terug te kijken. Terug te kunnen kijken, ja, dus, dat klopt. Ja, en nu is het een part of my life geworden, dus het is gewoon automatisch, zeg maar. Ja. Oké, dus... je doet TikTok en je doet vlogs en je maakt dus ook reclames en al dat soort dingen, toch? Yes. En hoe zijn zulke deals naar binnen gekomen? Vanaf wanneer zag je zulke deals binnenkomen? Vanaf ik mijn Facebook-page heb aangemaakt. Ja? Ja. En vanaf ik mijn moeder betrok erin. Oh. Dus eigenlijk naar Inga Heerster, ja. Zij moest hier zitten. Oké, met welke equipment, dus voor je vlogs, ben je begonnen? Ben ik begonnen met een Samsung S7. Dus gewoon met je telefoon? Gewoon met mijn telefoon. Mensen, zie je, je kan ook gewoon met je telefoon beginnen. Je hoeft niet speciaal direct een camera aan te schaffen en beginnen daar. Nee, gewoon telefoon. Simpel. Gewoon met een Blackberry. Nee, geen Blackberry, maar... misschien niet. Voor kijkplezier misschien niet, maar... Samsung is oké. Oké, en van die Samsung, hoe ben je verder gegaan? Samsung ben ik dus gaan... een goede mattie van mijn Ferry heeft me dus geholpen om zijn camera te kopen. Ik heb het dus overgekocht bij hem, want hij zou dan een nieuwe kopen. En toen ben ik gaan experimenteren met een camera. En toen ben ik overgestapt naar iPhone. Toen zag ik kwaliteit van iPhone en het is veel beter en veel makkelijker om te editen. Ja, veel makkelijker, want alles is al op je telefoon. Alles is al op je telefoon en kwaliteit van iPhone is toppie. Mm-hmm. Vooral vanaf die iPhone 13 heb je de cinematic mode. Is een goed aanrader hoor, voor zij die willen beginnen en die weer direct goed willen beginnen. Mm-hmm. Vanaf iPhone 13 is goed. Eigenlijk vanaf iPhone 11. 10 ook. 8 ook. Nee, ik ken geen kwaliteit van 8, maar... Oké, maar toen je die camera had... ben je gaan snuffelen? Of heb je gewoon gezegd van, nee, ik film precies. Want ik heb mijn camera, maar ik film precies als het goed is. Ik ben echt niet gaan snuffelen erin. Ik
probeerde te snuffelen. Toen dacht ik precies als jou, nee, we gaan niet snuffelen. Precies, we gaan het precies zo gebruiken. Wat gebeurt er eigenlijk? Sana had die 10 wees minus op San. Maar dat ding is, soms ziet het van die knopjes, het draait zomaar iets en dan gaat het op iets anders. Precies en dat. Ik dacht van, hé, luister dan, ik ga mijn camera precies zo laten. Let it so. Precies zo. Oké, volgende. Hoe ervaarde je publiekelijk vloggen of content maken in het begin? Ik vond het een beetje weird, omdat ik niet gewend ben om met een... Toen vlogde ik wel met mijn camera, want die S7 had niet zoveel opslag. En als ik begon met editen, en dan moet je voorstellen, die vlogs zijn soms 20 minuten lang. Dat is Fassi, dat is Kiri. Dus ik moest even overstappen naar mijn camera en dan editen op een computer die ook nog traag was. Dus het was een struggle in het begin om te editen, om te vloggen. Maar het was een beetje weird, want dan je vlogt zo. En hi guys, weet je, en iedereen kijkt van oké, wacht, we gaan alleen vloggen wanneer we alleen zijn en niet in het publiek. Dus het was een challenge, want ik ben somewhat een introvert-ish persoon. Ja, toen. Want ik zag laatst nog een comment op TikTok. Mm-hmm. Het is wel een bekende heer. Hij doet video's en zo, maar hij wil overstappen naar vloggen. Maar hij is bang, want in Suriname... Is het Paul Koswal? Nee, die Staanse heer. Hij doet meestal food reviews, something. Iets met sham. Maar hij zei dus van, hij is bang om te vloggen, want in Suriname ook... Sablamo? Is het Chablamo? Maar hij zei van dus, je kan gewoon bezig zijn te vloggen en iemand harast je of zo. Of neemt je camera weg. Dus daarvoor is hij eigenlijk ook bang. Oh, daarvoor ben ik niet bang, want ik kom misschien. Yes. Ik ga niet kunnen rennen achter de persoon, want ik ga mezelf niet forceren. Maar ik heb wel een goede grip. Mm-hmm. Ik ben daarmee ook wel voorzichtig hoor. Ja. Als je me ziet vloggen, is het echt heel voorzichtig. Ja, want zelf als ik gewoon in de stad loop, durf ik mijn telefoon niet gewoon in mijn hand te houden. Klopt, je zet het heel ver. Want, Je moet voorzichtig zijn, klopt. Hey, als ik je zeg, een keertje is... Sorry, dit is niet in dingen, maar gewoon wat er kan gebeuren over straat. Een heer is naar mijn oma gegaan en zei van, ja, hij kent haar van de buurt en bla bla bla. Als hij even zijn vrouw mag bellen, dat. Hij heeft die telefoon genomen en weggedaan. Weg was die telefoon. Wauw, echt waar? Dus ze komen echt met een set gewoon op je af. En die boemati dat je hebt. Ja, je en waar helpen. Jij denkt van je help. Mm. Maar ja, oké. Is het teruggevonden? Nee. My boy. Oké, wat zijn volgens jou de belangrijkste dingen die je nodig hebt om te starten met content creëren? Equipment? Sowieso een goede telefoon. Mm-hmm. Dat zeg ik vanaf S7, is al gewoon prima. Ja, je beeld moet wel echt goed zijn. Is ook voor viewing pleasure. Mm-hmm. Voor de kijkers zal het leuk zijn. Ook als je een goed beeld hebt. En that's it hoor. Toen, ik was echt alleen met een S7 gestart. Om te beginnen. Ja, maar die mensen van nu zijn in een soort buitenlandse hype. Waarbij ze ook denken dat de hele omgeving er prachtig moet uitzien. Zij moeten er helemaal prachtig uitzien. Wat zeg jij daarvan? Boy, ik ben volgens mij de total opposite daarvan. Want ja, want jij komt echt gewoon bam. Jij komt niet met make-up. Ik kan echt tellen wanneer ik je met me volgens mij toen je trouwde. Als ik kon, zou ik met mijn slaapjurk hier zitten, want ik heb echt geen zin in het. Is gewoon just, ik ben gewoon niet gewend daarmee. maar wat heb je te zeggen aan zulke mensen die echt denken van, nee, alles moet perfect zijn voor mij om te starten met content creëren? Kijk, sowieso, als je daarvoor voelt, als je vindt dat jouw... sterk. Ja, sterk maakt en apart, dan go for it. Als dat je ding is, dan go for it. Maar als je bijvoorbeeld... Je hebt helemaal niet veel nodig, vooral wanneer het gaat om content creëren, is wat heel belangrijk is, be yourself. Is heel erg, is zo prettig om niet te doen alsof. Mm-hmm. Want soms dan zie je mensen zo op je beeldscherm. En dan wanneer je ze meemaakt in het echt, zijn ze echt... Dat heb je ook. Dinges. Ik ga niet zeggen, maar daar zijn ze echt... Agus, sorry. Oké, wat is het belangrijkste om te weten wanneer je content maakt?
het belangrijk is om te weten, daar kom ik weer op, just be yourself. Mm-hmm. Sowieso let op je omgeving, sowieso let op je taal, want willen of niet, mensen gaan naar je content kijken. En als je begint met dit, moet je somewhat wel het goede voorbeeld kunnen mm-hmm. geven. Dus eigenlijk niet be yourself, maar let wel op je omgeving. Yeah. En dat je het toch wel een boodschap naar het publiek brengt. Want uiteindelijk doe je het voor de kijkers. Mm-hmm. En zij gaan je die views geven, zodat jij je andere doelen kunt bereiken. Dus hou wel daar rekening mee. Ja, want tegenwoordig zijn het steeds kleinere en kleinere kinderen die op social media zijn. Dus ja, ze zien ook van alles. Maar het grappige is dan dat die ouders dan die content creators die een beetje hun eigen ding doen of zeg maar hunzelf zijn, uitschelden of weet ik veel wat ze doen. Ja, dat snap ik ook. En dan gaan ze hun dan bashen van, ja, hoe kan je zulke content maken en dit. Het klopt niet. Het klopt wel niet, want als je op alle apps dat je gaat, is het 18 plus of mm-hmm. 16 plus. Dus ligt het dan aan ons om een voorbeeld te zijn voor jouw kinderen? Of ligt het aan u, ik zal u zeggen, want zijn ouders, om een beter op te letten op kinderen wat ze doen. Want ik heb bijvoorbeeld een neefje van 12 jaar, en zijn moeder is echt aan zijn telefoon van, hey, wat doe je allemaal, dat je niet de verkeerde dingen doet. En als je zo'n controle hebt van dat je kind niet naar de verkeerde dingen kijkt, dan gaat het nooit mis kunnen lopen, denk ik. Maar kinderen hebben ook hun eigen willen. Mm-hmm. En maar tegenwoordig, hoe moet ik dit zeggen? Maskeren? Ik weet het niet. Maar tegenwoordig als je op YouTube gaat, je ziet van, hey Elsa, je drukt op die video en wat zie je? Elsa wordt doodgestoken. Ja, clickbaits. Ja, zo kan je. Ja, je hebt ook clickbaits en internet is... Het is ook een beetje vermoeiend. Want soms zit die kleine op die tab en dan kijk ik heel toevallig en dan zie ik een heleboel nonsens, maar gewoon met die cartoon things. Nee, klopt. Dus je zou denken van, ze kijkt echt gewoon naar een tekenfilm. Maar het is gewoon iets heel verdwaalds wat ze eigenlijk niet eens moet zien. Nee, klopt. Er zijn een heleboel vreemde dingen. Mm. Vooral voor kids. Je zou denken, het is friendly, kid-friendly. Maar het is toch niet zo kid-friendly. Dus we moeten wel oppassen en af en toe wel kijken waarnaar je kindje kijkt. Dus ouders, jullie moeten niet altijd naar die content creators. Jullie moeten ook even kijken van, wat heb ik een beetje... Ik zou niet zeggen verkeerd. Het is niet verkeerd dat je... Ik begrijp ze wel dat als je iemand content creëert, dat je wel het goede voorbeeld moet geven, maar de rest is really up to you as a parent. Kijk, YouTube kan ik een beetje snappen dat kinderen daar zijn. Maar soms loop ik over straat. Ja, ik ga niet zeggen dat ik een TikToker ben, maar gewoon kleine kindertjes van 7 jaar. Dame, ik ken je van TikTok, dat denk ik. Oh, heel leuk, maar wat doe jij op TikTok, schat? 7 jaar. En jonger, hè? Ja, soms. Oké, iemand vraagt hier, verdien je met je filmpjes op social? Ik verdien wel op YouTube. Mijn YouTube is wel gemonetized. Mm-hmm. Maar op Facebook, TikTok, Instagram, niet via het platform zelf, maar wel via samenwerkingen. Mm-hmm. Want gisteren nog zag ik een video van waar buitenlanders geld verdienen met TikTok. En ze legden toen uit van, je moet dit. Wij hebben die optie niet. Ja, we hebben die optie niet. Locatie speelt een hele grote rol. Mm-hmm. Suriname is blijkbaar niet goed genoeg om... Want jij hebt meer dan 300.000 volgers op TikTok, toch? Ja. Of meer dan 4.000. Op hoeveel ben je nu? 300 zoveel. Dat is allang een dingen om geld te kunnen maken met TikTok. En vooral met je views ook nog. I think so. You think so? Dat is het. Ik heb me echt al erin berust. Because it is what it is, I think. Ik hoop dat de toekomst wel betere voordelen zal hebben hierin. Maar denk je dat wij iets eraan kunnen doen? Want, ik denk van wel hoor. Ik ga niet van jullie gaan. Ik heb vandaag een mail gestuurd voor TikTok. Want ik was echt boos. Ik zei van, wanneer komt er TikTok shop en wat? Is ja. Uh-huh. Wanneer komt er TikTok shop en creator fund? Ja, fund. Want er zijn zoveel leuke dingen op TikTok shop. En Surinamers zijn zo creatief en is zo zonde dat we niet die
die push krijgen, weet je, die motivatie precies. krijgen. Want als je die video's gewoon maakt, kijk, ik maak merendeels alleen video's voor samenwerkingen. Ja. Maar als ik weet van, als ik gewoon random video's maak, dan verdien ik toch, dan ga ik dat ook. Ook gemotiveerd zijn om te maken content, ja. Dezelfde hervraag, kan je maybe ooit een video maken hoe te verdienen op YouTube? Want de meeste jonge vloggers weten het in de meeste gevallen niet. Ja, dat is een hele goede tip. Dat zou ik ook echt allang doen, maar ik had de juiste informatie niet. Mm-hmm. En ik wil niet de verkeerde informatie naar buiten brengen. Ja. Want het zijn wel, laat zeggen, ik betaal belasting waarschijnlijk via YouTube. Tax en het gaat via een US dollar rekening. En dan gaat het eerst, het wordt via Google Ads. Het gaat echt via, dus ik moest even kijken wat voordat ik echt... het uitbrengen. Ja, dus ik was net op dat punt met mijn YouTube. Ik had volgens mij $25 gemaakt en toen ben ik gestopt met vloggen. Ik dacht van, nee. En dan nu is mijn hele account gewoon weg. Zomaar. Nee, maar het blijft nog, hè? Ja, dat geld blijft nog. Ze zeggen wanneer je weer gaat starten, maar dan moet je weer aan alle eisen voldoen. Klopt. Want dan moet het binnen een jaar of binnen een bepaalde tijd dat je een aantal views hebt. Klopt, ja. Je moet eerst vanaf 1000 subscribers kan je verdienen. En je krijgt ook een code die helemaal vanuit Amerika wordt gepost en via Surpost naar je huis wordt gebracht. Ja, een Google AdSense ding, toch? Ja, ik heb dat nog, ja. Dus het is toch wel een long journey. Ja, dus... jullie moeten wel echt even de voorwaarden checken waarbij jullie kunnen verdienen op YouTube. Het is, je moet meer dan 1000 volgers hebben. Je moet ook watch hours. Ja, watch van mij 4000. Is het 4000 watch hours? 4000 watch hours, ja. Dus als jullie echt willen verdienen, moet je echt consistent zijn met content maken. Ja, consistent is de key. Mm-hmm. Oké, maar wat zou ik zeggen? Hoe heb je besloten om dus... want jij maakt meer dan deels grappige video's. I try. Soms zijn ze cringy, maar I try. Ik lach wel altijd, maar oké. Jij maakt meer dan deels grappige video's. Hoe heb je kunnen peilen van, ik wil, je weet toch, laat zeggen, comedy video's doen? Dus vanaf, volgens mij die eerste video op en mijn bonka slippen, dan moest je van, this is what is, loop this on. En natuurlijk ga je werken aan content die... Mm-hmm. je toch wel views brengt, want uiteindelijk daarvoor benaderen bedrijven je, want zij willen exposure hebben. Dus het is somewhat ook een strategie om toch wel even te kijken wat past bij jou. En voor bij ons is het echt comedy het makkelijkste die bij ons past. Daarmee zijn we begonnen. Dat is echt Facebook, hoor. Facebook en TikTok. Maar dan heb ik mijn vlogs waar ik echt mezelf naar buiten breng en echt real ben. Ja. En ik zie in je vlogs ook dat je een soort motivational dingen aan het begin, toch? Van je vlogs. Een soort kleine motivational speech. Ja, meer aan het einde zo. Dan heb ik een soort is het aan het eind? Nee, meer aan het einde. Of misschien omdat ik naar elkaar naar je dingen kijk. Sorry. Oké, maar hoe kom je op die dingen? Zit je gewoon een dag en dan denk je van, dit en dit kan mensen echt motiveren? Ja, ik denk wel dat ik... Het zijn gewoon dingen in het dagelijks leven. Ja. En wat ik heb meegemaakt, ik ben 28 jaar, dus jong, oud, jong, oud. Jong. Ertussen. 30 is oud, 30 plus is oud. Dan is de Oru. Migado. 32, dat ben. Oei. Ja, dat zijn gewoon dingen die ik dagelijks mee in het leven en die ik toepas ook bij mezelf. Dat ik dan dus anderen ook probeer te motiveren. Maar hoe blijf jij zelf gemotiveerd om dit alles door te doen? Nu is het mijn meisje. En mijn familie, mijn man. En daarvoor was het gewoon... Ik had een hele switch. Ik had ook een hele donkere periode. En dat heeft me alleen maar sterker gemaakt. En ik wil niet meer daar zijn waar ik was. En dat geeft me dus de motivatie om een beter persoon te zijn. En gewoon het positieve in alle aspecten van het leven te vinden. Geweldig. Iemand vraagt, wat zou ze doen als ze wordt uitgenodigd om naar het buitenland te gaan om daar video's en films te maken? Hey, bye. Nee, nee, dat zou echt een hele grote push zijn. Vooral voor content making. En ik weet dat in het buitenland heel veel meer mogelijkheden zijn. Mm-hmm. Niet alleen voor content, maar ook andere dingen, I guess. Maar het zou een hele grote push zijn en het would be an honor.
Ik zag ook, jullie hadden samengewerkt met Suriname Airways. Klopt, vorig. Dat is wel echt een grote push. O, ja. Dus dat jullie naar Curaçao konden gaan om... Je weet toch, zulke bedrijven, dat denk je echt van ai. Zij willen echt dat onze dingen daar buiten komen. Ja, dat en, was echt... Het was... Ik weet het, nog steeds droom ik over Curaçao. hoe heb je die samenwerking ervaren? Ik had het als heel erg leuk ervaren. Ik moest gewoon mezelf zijn en gewoon doen waarin ik goed was. En dat was echt vloggen. En het mooie van, het, van wat ik zie, ook te delen met mijn supporters. En stel je maakt een vlog, maar je bent er niet tevreden mee. Maar je weet van, hey, ik moet mijn kijkers wat geven. Wat zeg je van, ik ga vandaag toch even skippen? Of zeg je van, hey, nee, ik post het gewoon. Dat heb ik niet bij het einde, maar meer ertussen wanneer ik vlog. Dan ben ik misschien niet tevreden met het, wat ik heb gefilmd. Mm-hmm. Dan probeer ik wel op andere onderwerpen te komen. Mm-hmm. Van wat kan ik het mooier maken? Want soms spannender ook, ja. Want soms zijn die vlogs wel echt saai, al zeg ik het zelf. Mm-hmm. Soms zijn mijn vlogs wel echt saai, steeds hetzelfde. En dan probeer ik wel echt me die extra moeite te doen om het mooier te maken, spannender, zoals je het zegt. Want kijk, jullie doen best wel veel. Maar ik ben gestopt met vloggen, omdat ik los van werken de hele tijd thuis ben. Zelfde routine, zelfde alles gewoon. En mensen gaan uiteindelijk balen om dat te zien. Wij doen niet echt veel, hoor. Nee, niet echt veel, hoor. Dus, volgens mij naar de nyanya presje kan voelen. Ja, is veel doen. In vergelijking met mij, ik ben gewoon thuis. Doe niets bijzonders. Maar jullie moeten content gaan filmen. En jullie eten. Zulke dingen. Is veel doen. Jullie doen gezellige dingen. En jullie zijn met zo'n velen, zeg maar. Waardoor dat het leuk maakt. Maar ik ben gewoon met Kelani. Nou, zo mensen, je hebt zoveel creators die gewoon met z'n tweetjes zijn. Heb je die video's gezien van A Day in My Life, Making Food as a, with My Toddler or for My Toddler? Ja, op zijn leier, daar is hou op. Maar de tijd natuurlijk. Wat zijn de Suriname? Hier eten we één ding, drie keer per dag. Nou, maar smal op Osonyang. Mensen houden van Osonyang. En zolang het herkenbaar is en makkelijk, dan gaan ze het ook uitproberen. Dat ook weer. Ja. Kaylee is the most down-to-earth person. Ik ben enorm trots op haar. Dat komt van Charita. Oh, thank you. Iemand zegt, wat is je doel van alle... Dus wat je wil bereiken met alle vlogs en zo? Met mijn vloggen. Met het vloggen wil ik... Het doel van het vloggen is gewoon om de mensen te wijzen dat... We're just like any other person. En dat je fun kan hebben in alle kleine... In every little thing, met je familie, met je man, met je kinderen. En dat je het positieve kan halen uit alles letterlijk. En dat je gewoon just enjoy life. Dat is van mijn vlogs, van mijn filmpjes zijn meer kleine boodschappen. Dan heb ik meer herkenbare situaties van de samenleving waarin mensen zich terug kunnen vinden. En dat ze daaruit een boodschap kunnen halen om dat het anders kan. Mm-hmm. Ja. Oké, en van waar haal je inspiratie? Want de comedy, dus soms maak je video's en denk je van, hoe is ze hierop gekomen eigenlijk? Boy, dus inspiratie haal ik van het dagelijkse leven, uit het dagelijkse leven. Als ik om me heen kijk, het gesprekken dat ik voer met mensen, die gekke dingen van mijn man, maar soms zit hij een beetje. Dan denk ik van, ai, dit is content worthy. Mm-hmm. En als ik gewoon om me heen kijk, inspiratie kan je letterlijk overal vinden. Van Meluka Gordijn. Ai, Migado, zo, je jokt zo. Echt waar? Met denk je aan gordijn van, dikte van het gordijn, warmte. Dat zo ga je naar content, weet je. Meluka, je sif mi mang van, biggie, weet je, zo smal, zo breed. Nee, sorry hoor mensen, ik plaag mijn man niet hoor, hij is al gewend. Oh my god, oké. Okay. Miguel, ik had net een vraag in mijn hoofd, een paar vragen. Een vraag verdwaald. Oh shit. Zomaar. Sorry. Hoe kom je gordijn dingen hier? Hier, nou ja, ik kan gordijn. Ik heb je geïnfluenced, hè. Ay, Miguel. Oké, maar je deed ook parodies. Of je doet ook parodies. Ah. Waarbij je gewoon die... Miguel? Oei. Is dat lang bericht daar? Een lange bericht? Is. Is dat een goeie? Migado, wat is dit? Ai, Migado.
700.000 euro wil deze... Nee, god. Is geen echte... Je hebt veel van ze nu, hè? Van klik op de link en zo. 700.000 euro wil die persoon doneren. Oké, okay, anyway. Wat ik later, wacht. Hey, die paradies van je, hoe kom je ook daarop? Boy, die paradies, dat is wel iets daar waarvan ik heel veel hoor. Want ik weet wel dat ik zo van kan rijmen. En... Dat is rijmen hoor. Maar ik kan wel niet zingen, maar daarom zeg ik parody, weet je. Want dan kan ik altijd het excuus geven van, ik weet dat ik vals zing, maar het is een parody. Ja, maar dat maakt het mooi. Dat maakt het mooi. Dat maakt het mooi, dus ik weet zelf niet, boy, echt. Boy. Is gewoon je brein, gewoon. Waarschijnlijk hoor, waarschijnlijk. Ik kan gewoon hier zitten en voor je rijmen. Een gedicht voor je zeggen of zo. Oké, maar heb je bijvoorbeeld dagen waarbij je zegt van, nee, vandaag geen camera? Ja, man. Ik wil even niet. Ik heb vooral de laatste tijden heb ik heel veel van die dagen daar gehad waar ik gewoon blank ben. Ik ben gewoon, hier is leeg. Ik probeer wel op content te komen, want je moet snappen, ik heb samenwerkingen met bepaalde bedrijven en per maand moet ik wel mijn input inleveren, maar dan zit ik echt te stressen van... Oké, wat nu? Want het leek alsof ik al alles heb gedaan. Dus dat zou ik net zeggen. Je hebt al zoveel video's gemaakt. En dan toch nog kom je steeds op dingen om toch weer een geweldige video buiten te zetten. Hoe kan dat? Je brein is zo'n computer of zo, het googelt. Ik weet echt niet hoor. Maar het is wel zwaarder als je van die blanke dagen hebt waarbij je gewoon aan niets kan denken. Want dan zit je ook aan jezelf te twijfelen van, boy, is dit wel voor mij? Moet ik doorgaan? Een beetje depressief, maar we komen eruit. Oké, okay, maar hoe kom je er weer bovenop? Hoe krijg je jezelf zover van, opstaan, we moeten dit doen? Dan herinner ik mezelf aan hoe ik was begonnen, waar ik was begonnen, waar ik was. En dan zo motiveer ik mezelf dus van, hey, we've got a job to do, we zijn eraan begonnen en we moeten eraan werken en... Let's do this. Mm-hmm. En bij content creator komt er ook feedback bij. Klopt. Heb je ooit gehad dat een bedrijf bijvoorbeeld zegt van... nee, ik vind deze video niet mooi. Yes, je hebt dat ook. Maar nu heb ik... voordat ik een video maak voor bedrijven... stuur ik altijd eerst wanneer ze eens met me willen gaan. We hebben alles al gefinaliseerd. Stuur ik altijd eerst een script voor ze. Zodat ze een beeld hebben hoe zo'n video eruit zal zien. Want... Ik snap ook dat hun product naar voren willen brengen en dat het goed naar voren wordt gebracht. Ja. Dus daarom zet ik altijd een drijfscript, een concept stuur ik voor ze. En dan kunnen ze even lezen, inbeelden en hun input geven. En dat wordt dan samengesmeld en voor het eindresultaat, voordat ik mijn opname ga doen. Dus eigenlijk wordt het gewoon goed afgesproken van tevoren. Voordat ik opname doe. Oké, okay. Iemand vroeg me op Snap van... betaalt ze al die anderen die meedoen in de video's? Met eten, ja. Met eten? Nee. Nee, ik betaal ze eten, wel. Oh my god. Okay, mijn moeder wel niet, hè. Mijn man betaal ik ook niet. Mijn zusje ook niet. Nee, god, ik betaal die mensen niet. Wacht. Dus zo net, dacht ik betaal ze wel. No. Die nieuwe, die niet echt, weet je, mijn zusje en zo, betaal ik anders natuurlijk. Ik doe... Ik betaal ze niet anders, maar je weet het, geen geld. Maar wie ik erbij vraag, speciaal vraag, moet ik natuurlijk sowieso mee betalen. Mm. Oké, okay. Iemand vraagt, ben je ooit teleurgesteld en je vond van, ik maak nooit meer video's of vlogs? Ik heb wel dagen waar ik niet tevreden ben, bijvoorbeeld, met hetgeen dat ik heb gemaakt, die vlogs, video's, dan wil ik wel, of... situaties waarbij ik denk van, boy, zomaar ben ik eraan begonnen van, boy, ik wil niet meer of zo. Heb ik wel hoor, maar niet vaak. Misschien 1 of 2 keren. Maar tot nu toe weet ik wel om mijn bij ermee om te gaan, zeg maar. Want natuurlijk heb je ook negatieve feedback, opbouwende feedback en positieve feedback. Dat keeps me going. Maar het is er niet vaak, tot nu toe niet. Oké, maar je hebt dus feedback en je hebt comments. Ja, ga je om met negatieve comments? In het begin was het best wel zwaar. Je kan Ernesto vragen, mijn moeder vragen. Ik nam het wel heel zwaar op. En ik wilde gelijk stoppen, you know. Van, boy, dat liever. Want je wordt niet wakker. Je doet dingen niet met de bedoeling om anderen bijvoorbeeld
te kwetsen of dat ze zo'n comment voor je moeten achterlaten. Want je staat niet op met de bedoeling om iemand anders dag te verpesten of something. Dus je vraagt jezelf af, wat doe ik dan fout? Waarom krijg ik zulke comments, die negatieve comments hoor. Maar er is wel veel dat me gesproken van, hey, trek je niet aan wat het positieve over... Overwint het negatieve. Ja, Gail heeft me heel aan mijn oor getrokken van luister nou. Want meestal gaf ik dus terug antwoord, weet je, erop, screenshots, naar de one dat, weet je. Maar Gail zei me van, hey, don't do it. It is not worth it, want zo geef je toe dat ze de kiss you of ze hebben je geraakt of something. Ja, maar met de jaren mee, dan ben ik erin gaan berusten en I just read it van, okay, leuk. En dan laat ik het zo. Want hier zelf ook, of laat me zeggen met topics, mijn programma topics. Wanneer ik die share zo zie in die comments, dan lees ik gewoon en dan denk ik, soms dat is jouw mening. Ja, soms heb ik echt shares en comments waarbij ik dacht van, wauw. En dan is het niet eens dat je de persoon bijvoorbeeld persoonlijk kent, maar ze houden gewoon niet van je. Ze houden gewoon niet van je. Soms, volgens mij, ik had meer soms met Ernesto en mij, hoor. Dan zie je echt die lelijke comments. Van, wauw, je kent ons niet persoonlijk. Ik begrijp, je mag sharen wat je wil, je mag zeggen wat je wil. Maar, don't judge, weet je. Maar soms is het ook een beetje, want net als hoe jullie zo zijn. Weet je hoeveel mensen dromen van een relatie als van jullie? Dan gaan ze zogenaamd negatieve dingen zeggen, terwijl het eigenlijk gewoon een beetje jealousy is. It is what it is. Deze dingen ga je voor altijd hebben. Al doe je het helemaal goed, al doe je het niet goed, al ben je het perfectste, je gaat het hebben, sowieso. Klopt. Mijn collega en Gerald en ik, soms kijk ik naar die shares van Gerald. Die dingen die mensen zeggen, maar... Gerald had trange boeba, man. Ja, dus dat zou ik net zeggen. Als je deze dingen doet, content creëren, dat is ook heel belangrijk. Heel belangrijk, ja. Moet je een Don't dik let them get to you. Yeah. Hebben. Yes. Al heb je niet vanaf het begin een dik uit, maar zorg ervoor dat... Want veel mensen hebben die potentie, hè. Zijn ja, zo maar creatief, gewoon, maar gewoon... Omdat ze bang zijn voor negatieve comments en al dat soort dingen, dan willen ze het niet doen. Belangrijke is, je moet gewoon een dikke uit hebben. En daar is niet te twijfelen aan als je naar me kijkt, dus ja. Deze vrouw, oh my god. Oké. Okay. Iemand vraagt, denk je wel om ideetjes te kopen wanneer je blank bent? Kopen? Oh, scripts bijvoorbeeld. Ik wist niet dat het mogelijk was. dus bijvoorbeeld iemand die reclames in elkaar zet, weet je? Ik wist niet dat mogelijk was, anders... Take my money. Oké, ben je van plan om een boek over jezelf te schrijven? Hey, een boek. Oh, dat boek hoe dat? Abo sa Harry Potter boek collectie. Ik heb ook eens te grappen, zo interessant ben ik niet. maar denk je dat je die potentie hebt om een boek te kunnen schrijven? Want soms wanneer je die boeken leest, dan denk je van, wat voor Nederlands dat hier? Boy. Of zou je het gewoon... Het was eens een zomermiddag. Mieke, vanaf zomertijd is er aan. Oh my god. Nee, liever niet hoor. Misschien het vertellen en dat iemand anders misschien iets over me schrijft kan. Maar ik zelf? Nee. En hoe ga je om met, laten we zeggen, fans over straat? Ah, het is altijd heel erg leuk om supporters te zien over straat. Het verbaast me nog steeds dat mensen echt hun tijd nemen om naar mijn video's te kijken. En dat ze echt... Want soms heb ik echt ouders en kinderen zeggen van... ze volgen je echt hoor. Maar dan zeg ik ze echt van... Maar focus je op je school, hè. Mama moet me geen bok geven dat nam niet. Ik wil in die vrije tijd en zo. Maar het verbaast me echt. En het geeft me echt een warm gevoel. Dat this is why I do what I do. Mijn Engels is sterk, sorry hoor mensen, pardon. Diezelfde dame zegt, ik zou het ook fijn vinden als ik een boek van Kaylee zou lezen. Oei. Oké, maar dan ga ik het wel niet zelf schrijven, want dan... Boy, je moet dat gewoon in de Kaylee wees schrijven, prins. Hoe je... Alle taalfout trappen. Oké, van die samenwerkingen. Yes. Hoe ervaar je dus
alle druk van, want je werkt met meerdere bedrijven nu dat je zo groot bent. Maar ze hebben natuurlijk deadlines en die zijn dat die zus en zo, je moet dit en dat doen, dit en dat moet in die video. Hoe doe je alles? Dus van alle bedrijven met wie ik samenwerk heb ik wel het geluk gehad dat ik de vrijheid kreeg om gewoon te doen wat ik doe. Mm. Maar alleen met hun producten, met hun acties en zo. En ik mag echt niet klagen, ze laten me gewoon vrij. Ik heb natuurlijk, ik moet weten wanneer ik post, wat ik post. En dat ik gewoon een schema hou en dat iedereen met wie ik samenwerk hun video's naar buiten komt en wanneer. Dus dat laat de vrijheid laten ze wel gewoon aan me over. Dus dat is heel prettig. Ik heb niet echt een druk op me. Oké, vanaf hoeveel, laat maar zeggen, volgers, laten we het op de TikTok weer doen. Denk jij dat een creator betaling zou moeten aanvragen? Of niet aanvragen, zou moeten vragen voor zijn of haar content? Dus weet je wat dat ding is van TikTok? Die volgers, followers count geldt niet echt. Het is die engagement wat je krijgt. Want ik, bijvoorbeeld, ik neem een voorbeeld van mezelf. Ik mag 300 zoveel duizend followers hebben. Maar als ik bijvoorbeeld een video post en ik krijg maar letterlijk 5000 views ervoor. Dat klopt. Dat klopt iets niet. En iemand die bijvoorbeeld 8000 followers heeft, krijgt letterlijk van alle 8000 comments en die views, wat over en over gekeken heeft, die persoon veel meer impact dan zij met een hele grote following. Dus het kan van any followers account, want als je die views binnenkrijgt en goede engagement en die reach is heel groot, dan kan je vanaf daar, I think. Want op TikTok posten ze meestal ook video's van, ja, yeah, I only have 1500 followers en ik heb zoveel PR gehad, dit, dat, die en zo. Dat ze echt maar kleine following hebben, maar... Maar, ja, het is ze kregen veel views. Ze kregen veel views en is hoe ze hun content naar buiten brengen. Dus TikTok is een beetje moeilijk. TikTok, hun followers, je hoeft echt niet naar hun followers account te kijken. Het is echt die views dat je krijgt, content wat je publiceert en hoe je die engagement wat je naar binnen krijgt. Iemand vraagt, mag er gewoon een persoon iets met jou in elkaar zetten? Is dat mogelijk? Gewoon een persoon? Zo. Gewoon iemand en de persoon zegt, ik wil een video maken met jou. Ik sta er wel open voor. Ik sta wel open voor als het gaat bijvoorbeeld om TikTok. Meer heb ik samenwerking gehad met andere content creators, maar dat zou ook kunnen. Een spontane video, dat zou ook kunnen. Okay. Ik heb het wel nog niet eerder gedaan, denk ik. Meer met content creators. Ja. Maar met gewoon iemand die geïnteresseerd is om bijvoorbeeld een figurant te zijn, kan. Oké, en wacht, laat me eerst deze vraag stellen. Want laatst chatte een dame me ook van, Ira, zei, ik heb gezien, je hebt samengewerkt met dit bedrijf, dat. Maar ze willen mijn video gebruiken. Hoeveel kan ik ze vragen daarvoor? Hoe weet je precies welk bedrag je die bedrijven moet vragen? Boy, bedrag door je naam. Tak naar mij. Nee, dus niet precies van, je moet ze. Dus gewoon van, ja, aan de hand van hoeveel bereik je hebt of aan de hand van followers. Dus kijk, mijn bedrag is aan de hand van de followers die ik heb, van die supporters die ik heb en de views en de engagement. Dat gebruik ik als argument om naar de bedrijven toe waarom ik zo'n bedrag vraag, bijvoorbeeld. Oké, laat me. Die dame heeft nu 12 tot 12 something k volgers. De video is op 30.000 views. Hoeveel denk jij dan dat zij zo moeten vragen? Of zo? Even grof gewoon geschat. Ik moet dan mijn bedrag zeggen, hè? Ja, grof gewoon. Even snel. 30. Engagement. Boy. Ik zou zeggen $50. $50. Is niet vast hoor. Hangt af van die engagement wat je kreeg. Ja. Ja. Oké. Is dit alles? Oké. Ja, dit is alles. Oké, next question. Ik had een vraag. Nog steeds. Nee. Zo net wat ik zei van, laat me deze eerst stellen. Agwe. Bakka. Hi boy. Ik hoor van hem om gewoon spontaan die vragen te stellen. Maar soms dat de vrije ik weer even uit mijn hersen.
Okay, Kay. Heb je liever reclames maken of heb je liever je vlogs en je TikToks? I'm at this point waar ik alles in één doe, dus... Maar wat vind jij prettiger? Ik vind het prettig wanneer ik... ik vind die reclame maken wel prettig, omdat ik mezelf steeds uitdaag om... van, kan ik beter dan de vorige doen? Mm. En ik vind altijd, gewoon voor mezelf hoor, van... Hé, hey, dus je kan het wel. Mm. Van, hé, hey, je content is dit keer veel beter dan de vorige. Yeah. Dus om mezelf gewoon uit te dagen, vind ik reclame maken echt leuk. Maar vloggen is ook leuker, want daar kan ik gewoon echt gewoon mezelf zijn. Okay, maar hoeveel... hoeveel content, laten we zeggen... Dus je wordt betaald door YouTube, toch? Yes. Hoe lang moeten je video's zijn om betaald te kunnen krijgen? Ik zou zeggen 15 plus. 15 minuten plus. 15 minuten plus. En stel dat je dat niet hebt gehaald voor je video. Dan gaan we filmen totdat we het hebben gehaald. Dus ik post niet elke dag mijn vlogs. Mm-hmm. Ik probeer het 2 per week of 1 per week. Dan heb ik wel genoeg content in die ene week om het tot die 20 minuten te bereiken. Oké. Er zijn dezelfde vragen hier. Oké. Los van content creëren. Mm-hmm. Wat doe je nog? Los van eten maken. En eten. Moeder zijn, hè? Moeder zijn. Vrouw zijn. Dochter zijn. Nicht zijn. Tante zijn. Nee. Is meer gewoon tijd spenderen met mijn meisje en mijn familie. Oké, maar hoe combineer je dat alles? Dus vloggen, reclame maken, TikTok maken. En dan tijd hebben voor je familie, je gezin. Dus ik heb zo'n geluk dat hun ook in mijn vlog zijn. En ook ja, in die spotjes zijn. Ja, dus dat wel, ja. Wanneer of no wanneer, we spenderen gewoon tijd met elkaar. Dus dat is wel echt prettig. Oké, dus eigenlijk mis je eigenlijk niet veel. Ik mis helemaal niks. Ik neem het zelf op. Dus dat zou ik net zeggen. Je kan het ook gewoon vastleggen. Klopt. Een dame vraagt, kan je hem een tip geven hoe ik een kanaal kan openen op YouTube? Afa sowieso een account maken op YouTube. Volgens mij kan je nog niet linken aan ads, maar alvast je following opbouwen. Een kanaal maken op YouTube, aanmaken op YouTube, een account en gewoon beginnen. Maar moet het dan niet op een buitenlands adres? Nee, geen adres. Locatie, toch? Ja, locatie. Dus, volgens mij, want pas toen ik de mijne op Nederland, ja, maar heb ik het op Nederland volgens gezet. Mij heb ik de mijne ook daarop gezet, maar volgens mij recentelijk hebben ze het wel gewijzigd dat je je eigen adres kan Mikato. Zetten. Denk ik hoor, hou me ten goede. Want iemand vroeg me, volgens mij mijn moeder regelde ik laatst, want ze had laatst 1000 subscribers behaald. En dan probeerde ik het te zetten, maar volgens mij hebben ze het dan weer veranderd dat je een andere locatie moet zetten. Dus het is een beetje moeilijk. Maar alvast... Maak het alvast aan, promote jezelf en probeer alvast die 1000 subscribers te halen. En dan gaan we over naar die monetization. En heb je, want sommige mensen, dan gaat het lijken alsof ik over mezelf vraag. Maar bij, sommige mensen doen bijvoorbeeld echt alleen maar giveaways. Mm-hmm. Alleen maar om volgers te trekken. Denk je dat dat een goed idee is? Of zeg je van, haal ze liever binnen op een normale manier? Beide werken, sowieso. Het is ook een droom van mij om elk een van mijn supporters iets terug te geven. Want dankzij hun ben ik nu waar ik ben. Ja. En dat ik samenwerkingen heb en dat ik leuke dingen kan doen. En dat ik het kan delen met ze, wil ik wel die giveaway. Maar voor echt om followers erbij te krijgen, dat zijn meer die bedrijven. Hè? Van like, share, repeat. Dat is echt meer om likes en zo te krijgen. Both work, I think. Maar het is op een ander niveau als je persoonlijk met ze communiceert. Ja, maar want als je zegt van volg mij om dit te kunnen winnen. Is dat bepaalde, niet ja, bepaalde mensen zijn daar echt gewoon om dat te winnen. Maar niet omdat ze zo van willen. Jou af. Ah, ja, precies. Ja, vast ben jij als creator gaat dan ook niet prettig voelen van volgen ze me echt omdat ze willen of omdat ik ze iets heb beloofd. Want ik zag een TikTok laatst voorbij komen. Ik ging op dat profiel. Mm-hmm. En ik zag om de ene video een giveaway. Toen dacht ik van... Het is een techniek
is wel een techniek. Maar, ja. dan... Maar niet authentiek. Ja, dan zijn ze niet echt trouw aan jou zelf. Klopt. Maar meer echt trouw aan, ik kan iets winnen als ik hier ben. En als op ik den duur, ga je geen giveaways meer kunnen doen, dan gaan ze je gewoon in één keer unfollowen. Ja, precies. En zo, dan ja, gaan bedrijven ook niet echt samen met jou willen werken. Omdat je niet echt iets van jezelf laat zien, maar meer gewoon... Voor wat hoort wat. Ja. Ja. Het is haar stijl, I guess. Is wat die mensen leuk vinden. Is wat, precies dat. Oké, hoeveel volgers heb je op YouTube, weet je misschien? Op YouTube heb ik 50.750. Dus als je op die 100k bent, dan krijg je die zilveren dingen. Oeh. Yes. Oké, maar wat wil je... YouTube betaalt je al. Mm-hmm. Maar zijn er nog meer dingen die je wilt bereiken met YouTube zelf? Ja, I wish dat de Suriname, de locatie, dat het wel... Dus kijk, als je hier... Ik haal maar een voorbeeld aan. Als één Nederlander kijkt naar je vlogs... Mm-hmm. Heb je daar veel meer dan wanneer bijvoorbeeld 50 Surinamers kijken naar je vlog. Want de locatie is hier. Kijk, hier als je naar een vlog kijkt, ga je geen enkel ad zien. Klopt, ja. En zo krijg je geld van YouTube, jij als creator. Maar als je bijvoorbeeld naar, ik zeg maar wat, Curaçao gaat... Ga je bijna 30 plus ads zien. Ja, want Matti van me zei laatst ook van... Miloba YouTube voor nu jij jou, nou maar ad me precies, niet. Precies. En zo krijg jij als creator dan ook geen geld binnen. Want zie je, door ads. Is niet door die views. Zie je. Is echt door die ads krijg je daarom is Kelly hier. Want ik dacht echt van, maar... Ja, en dus als je alleen kijkt naar zo'n ad... Dan krijg jij als creator geld. Als de persoon, als die kijker klik op die ad, krijg je nog meer. Als de persoon subscribe op die ad, krijg je dan veel nog meer. Mm-hmm. Precies. Maar als je helemaal geen ad ziet, dan krijg jij als creator dan ook niets. Dus eigenlijk, door onze Surinaamse views, verdienen we niet? Bijna niks, nee. Bijna tot helemaal niets. Ja. Dus ook al heb je bijvoorbeeld 30.000 Surinaamse subscribers... Ga je niet zoveel verdienen dan als je bijvoorbeeld 5 Nederlandse subscribers hebt. Want zijn juist die 5 Nederlandse viewers die dan zorgen ervoor dat geld wordt gegenereerd in jouw account. Oh. je moet checken wanneer je ooit naar het, wanneer je naar het buitenland gaat. ik heb echt geen YouTube content. TikTok is echt makkelijk gewoon even. Ik zit meestal gewoon voor mijn vanity. Film ik even dat. Maar YouTube is een beetje heftig, want dan moet je echt veel content hebben. En omdat die vlogs zo lang zijn, dat zie je wel echt van... Mensen spenderen echt hun tijd om te kijken naar je content. Dus je moet goed content opleveren. Dus YouTube is best wel een serious thing. Want bijvoorbeeld Monet, zij maakte een tijdje vlogs van een uur. Oh, wow. Maar... Ze zag ook van, mensen kijken ook geen uur lang naar vlogs. Ja. Dus dan is het een beetje... Verdeeld, no? Het uurtje in 30 minuten. Ja, gewoon... Part 1, part 2. Ja, dat is ook slim. Dat is ook heel slim. Want het heeft geen zin dat je een video van een uur maakt en die mensen kijken maar tot 30 minuten. Klopt. En dat is de rest van je... Waar je het in een andere video kan zetten, waar mensen zeggen van, nieuwe part video, two, laat me kijken. Two, ja, dus dat is ook een techniek om... Je content te schedulen en te verdelen over de week, zeg maar, of maand. Overal. Ze zegt, kan ik bij je langs lopen om me te helpen om een YouTube-kanaal te openen? Want ik ga je betalen met de KFC. KFC zei je? Ja, kom langs. Arigado. Nee, stuur me een berichtje op Keetje, dan kan ik wel een uitgebreide... Hopelijk uitleg geven van hoe je een account kan aanmaken. Maar je gaat dat nog doen? Want in het begin vroeg iemand toch? Ik ben wel van plan heel gauw om zo een tutorial te maken van hoe je een YouTube-account kan aanmaken en hoe je ermee kan verdienen. En heb je al ooit een meet and greet gedaan? Ik had eentje gedaan, volgens mij in 2021, toen mijn moeder jarig was. Mm-hmm. Toen was het wel nog COVID, dus mensen moesten gewoon langsrijden, kregen snacks. En uitstappen om een foto te maken met mijn schanning, boetne,
fotobooth. Die mijn man zo mooi heeft gemaakt. En dat was het enige meet en greet. Ik ben niet meer aan toegekomen om een andere te organiseren. Oké, okay, maar jij als grote influencer, wat zou jij nog willen doen voor jouw kijkers? Sowieso die giveaways en giveaways en gewoon meer fire content geven. Ik ga weer beginnen met Cooking with Kay, met mijn moeder. Want ik zie dat heel veel mensen ernaar vragen en toch wel leuk vinden, want ze gaan allemaal loop nyang. Misref loop nyang, duidelijk. Dus daarmee ga ik weer beginnen en to make fire content en hopelijk giveaways. Maar natuurlijk is dat is het ook leuk, prettig als supporter, als jij ook iets ontvangt van jou, bijvoorbeeld je favorite vlogger. Oké, maar stel dat iemand een bedrijf, je zegt dat jouw bedrijf waarmee je nu werkt, je vrijheid geven. Ja. Maar een bedrijf komt nu en zegt van, ik wil dat je dit doet, maar het is niet iets wat jij, waarin jij je comfortabel voelt. Wat doe jij dan in zo'n geval? In zo'n geval denk ik er wel hard over na, want to be honest kan ik wel van alles content maken. Ik kan echt van alles content maken, want zo creatief kan ik wel zijn dat ik gewoon bijvoorbeeld van water, een glasje water content kan maken, maar ik moet ook even kijken. Maar het gaat een beetje negatief zijn, want ik drink bijna geen water. Maar, het is mijn tweede glas, mensen. Ik heb de eerste opgedronken. Voilà. Ja. Nee, ik denk er wel even hard over na. Want to be honest, als bijvoorbeeld een pension me zo benaderen, zou ik wel zeggen van nee, dat past niet op wat ik doe. Dus ik I'll respectfully decline it. En bepaalde andere producten dat ik bijvoorbeeld niet zelf kan of mag gebruiken, dan hou ik daarmee wel rekening. Of die standaarden zet ik wel voor mezelf. Oké, maar stel je moet een video maken voor een bedrijf, maar je vindt die producten niet, zal ik zeggen, denderend. Ga jij toch zeggen van, ik ga gewoon die video maken, al vind ik het niet goed. Of zeg je van, ik ga mijn kijkers, je weet toch? Ja. Oké, tot nu toe heb ik wel gewoon producten gebruikt wat wel helpt. Bijvoorbeeld, kijk, die okselcreme. Heb je hem ook gezien? Die van haar, hoor. Wel helpt. Okselcreme, welke okselcreme? Een gele okselcreme van Perfect Skincare. Je zet het en ik had echt donkere oksels. En ik heb het zelf gebruikt voordat ik die video heb gemaakt, om te zien of het daadwerkelijk helpt. En het helpt nog steeds. En dan heb ik video gemaakt. Maar ik heb tot nu toe niet echt een product of zo gebruikt die niet helpt, zeg maar. Soms, wat wel dingen is bijvoorbeeld eten, want over smaak valt niet te twisten. Ik kan bijvoorbeeld die dag wel goede kwaliteit bijvoorbeeld eten krijgen, maar het restaurant houdt zich niet aan de kwaliteiten van hun. Dat is ook heel Ja, want voor die dag vind ik het dan, toch voor de review vind ik het. Ja, maar soms, weet je wat het ding soms is, wanneer ze weten van je komt, dan gaan ze extra hun best doen. Ja, maar dan vind ik het echt zomaar als bedrijf, als restaurant, dat jij dan niet inzet om voor je toekomstige klanten hetzelfde te geven dan die promo wat je zo hard je best hebt gedaan. Ja. Dus dat is wel iets minder, want dan krijg jij als creator van, aan mijn beschwitte, je hebt gelogen. Maar terwijl het wel echt genuine was, ik vond het lekker bijvoorbeeld, ik vond het vers, krokant, maar het is gewoon dat de persoon dan niet met dezelfde standaarden heeft gewerkt. Ja. Dat is wel minder. Ja, maar daarvoor krijg je ook, want volgens mij een Ochama video van je. Ja, ik heb die, volgens mij had ik hotpot gemaakt. Yeah. En het was die dag, het was ook nieuw, het was de eerste dag. En het was echt goed. Voor mij was het echt goed, ook voor de prijs. Maar toen heb ik dan andere reviews gezien en ik dacht van, wauw. Ja, want dan zag je echt reviews van, het is slecht. Het was echt niet. Dus dat is wel minder. En dan gaan mensen dan vinden dat jij dan, als content creator, niet eerlijk bent. Je doet het dan gewoon voor het geld. Zo komt het bij hun over. Precies. En dat snap ik wel, hoor. Want als ik bijvoorbeeld ook een kijker was en dat zag, zou ik dat wel ook snappen. Maar echt, ik was daar en het is voor mij echt die dag ook echt goed. En dat vertel ik op die dag. Want die dag film je het ook, toch? Als je een review doet, film je het ook ter plekke en dat publiceer je, maar het ligt aan de restauranthouder om de kwaliteit goed te houden. Ja, het is ook echt belangrijk om als content creator gewoon eerlijk te zijn. Ja. Heel belangrijk, want
Want en je gaat krijgen als je niet, daarom zou ik net zeggen wat je gaat krijgen als je niet eerlijk bent. En voorzichtig met wat je zegt, natuurlijk. Vooral dat. Ik wil het bijna hebben over iets, maar nee. We gaan niet daarop in. Dat is ook wel echt iets. Maar weet je wat dat ding is? Soms wanneer mensen... Daarom, ik maak geen praatvideo's, hè. Of laat maar zeggen, zelden maak ik praatvideo's. Ja. Ik ga niet op een onderwerp in. Omdat men het, ik heb geleerd, heel verkeerd kan opvatten. Of ze kunnen het uit context halen. En een heel andere video ervan maken. Waardoor je gewoon als de bad guy overkomt. Yep. Ik heb geleerd om mijn mening gewoon voor mezelf te houden. Op social media. En ook niet in te gaan op alles. Mm-hmm. Of mee te stromen met alles, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat heb ik wel geleerd. En ik hou me eraan. Zo. Keetje, we hebben gesproken over YouTube. TikTok. Yes. Wat wil je nog bereiken met TikTok? Bereiken? Ja, ik wil bereiken dat TikTok Surinaamse creators meer waardeert en de opportunity geeft om in die creators fond te gaan. Mm-hmm. Dus dat wil ik wel, als er een petitie is, sign me up om een bericht te sturen naar TikTok dat hey, Suriname bestaat en Suriname heeft heel veel potentie en talent. Misschien moeten we dat doen. Misschien moeten we dat doen. Dan kijken we naar de mensen die bezig zijn met social media. Mm-hmm. Waar moet ik kijken daarna? Nee, er moet echt een... Ik denk wel dat als je een brief schrijft en dat je genoeg bijvoorbeeld handschriften, handtekeningen hebt, dat er wel kan gekeken worden ernaar, dan naar zo'n verzoek, appeal. Ik denk het wel, ja. Dus misschien moeten we dat proberen. Ga jij beginnen? Ga jij het maken? Dus weet je wat dat ding is? Oh my god, we moeten iemand zoeken die echt... Er is toch een heer. Ik denk dat Jean-Luc het zou kunnen doen. Hoor. Ken je Jean-Luc? Van heb ik het over hem. Die ene die polls had gemaakt. Op, ja, op van social media conference. Ja. Ik denk dat hij het echt kan doen. Hoor. Ik denk dat hij het kan doen. Hem moet uitnodigen zodat hij het kan doen. Hoor. Ik denk het. Want dit gaat hem echt niet worden. We gaan niet meer gewoon voor de fun content maken. Hoor. Oké. Dat waren allemaal vragen, denk ik. Ja? Oh. Ja, dat was like alles. Hij zei, hij smooth like butter. Oké, Keetje. Yes. Ik wil jou nog heel veel succes, heel veel samenwerkingen, heel veel subscribers, dat je die zilveren en gouden plek ook kan krijgen. Oh, thank you. Toewensen. En blijf gewoon doen wat je doet, want je doet het echt goed. Thank you so much for having me. En ik hou echt zo van je dochter, zo schattig. En jij mag ook hele grote, mooie content voor Raisa. Hou op. Je moet weer beginnen. Consistent. We gaan kijken. Oké, kijkers, dat was het voor deze aflevering van Let's Talk About. Volgende week zijn we terug met de aflevering van Topics. Dus kijk er naar uit. Nee, die topics is heftig toch, want gewoon knippen die mensen die stukjes en zie ik gewoon een dagje dat ik op Facebook ben met 6000 views. Ik en, zie en, je, en, ja, zo zie ik je. Nee, maar en je reacties ook. Het is ook een beetje vervelend, want soms halen die mensen die dingen uit context. Het risico van het vak. Ja, en dan lijkt het alsof je heel iets anders zegt, terwijl dat het niet is. Maar ja, het hoort er allemaal bij. Gewoon olifantenhuid hebben bij deze dingen. Kijkers, dat was het voor deze aflevering. Zie jullie de volgende keer. Doei!